Hallo, hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van What's Up. Mijn naam is Cheryl van Eer en ik ben er weer om aan jou te vertellen what is up. Nou, ik moet je in ieder geval zeggen dat iedereen teleurgesteld is, een beetje zielig is. Sommige mensen bijna boos dat er weer total lockdown is in het weekend. Maar ja, uiteindelijk moet je gehoorzaam zijn hè? En uiteindelijk moet je doen wat de overheden zeggen. Dat is dus eigenlijk dat is eigenlijk wat we moeten doen. We moeten gehoorzaam zijn. En ook ik baal hoor. Ik ga niet voor je jokken. Ook ik heb zoiets van, moet dat echt weer tot de lockdown? Je komt eenmaal, weet je, weer een beetje in je routine van dingen doen en activiteiten weer oppakken. En dan plotseling pas boom. Maar goed, geen discussie mogelijk. We moeten ons houden aan de regels. En ja, de cijfers van COVID zijn ook behoorlijk gestegen. Dus lieve mensen, zorg ervoor dat je weer even de maatregelen die je zelf voor jezelf treft, ook weer even verscherpt. Hè? Dat wil zeggen, hou er rekening mee dat je echt je mondkap draagt. Want ja, je weet niet waar je komt. Belangrijker nog, dat je altijd je handen ontsmet. Niet alleen als je ergens komt, maar ook als je van de straat komt. Dat je je handen even wast. Trouwens, dat is iets dat ik heb geleerd van mijn oma, weet je. Zodra je van de straat komt, thuis komt, je handen direct wassen. Weet je, dat voel je ook direct een beetje frisser. Laten we er wel echt op letten, hoor. Want we willen niet dat dat COVID-ding door blijft gaan. Integendeel willen we dat het versoept. De scholen die zijn weer eens een tijdje langer dicht. De kinderen natuurlijk blij dat hun vakantie langer is. Maar goed, ik denk dat we ook wel echt samen eraan moeten werken dat deze hele situatie verandert. Vanwege de total lockdown in het weekend ook niet echt de gelegenheid om in het weekend ergens te gaan of ergens te gaan chillen. Maar we hebben dan wel nog door de week dat jij iets kan bestellen of op een terrasje kan gaan zitten ergens om dus lekker te gaan smullen of om eten te gaan halen. Want ook dat mag nog. In de afgelopen week ben ik eventjes voor je gaan informeren wat je allemaal waar kan doen. En voor de mensen die zeggen van nou, ik ben al een beetje moe van Groot Paramaribo. Ik wil een beetje eruit. Ik wil een beetje, weet je, mijn hoofd ontluchten, mijn hoofd ontstressen van alle jugu jugu hier. Nou, ik ben geweest naar Komewijnen en daar heb ik echt een mooi plekje gevonden waar je dus kan gaan. Jammer genoeg dit en komend weekend niet, maar wie weet daarna wel weer. Ik heb het over het Bastion. En ja, ik kan je vertellen, daar is just the perfect place to go and relax. We gaan zo meteen meer zien over het Bastion. En ik ga je natuurlijk ook weer de prijsvraag doorgeven voor deze week. Want ja, ook al is er niet heel veel waar je naartoe kan gaan en wat je kan gaan doen of weet je, waar je kan gaan chillen. Wat je wel kan doen elke week is meedoen met onze prijsvraag. Dus ik zou je willen zeggen, blijf gewoon afgestemd deze aflevering van What's Up. Want we hebben nog een heleboel voor je. Sabor de Lori aan de Anton Drachtenweg. Hopelijk zien we u gauw.
Ik ben ook gekomen gezellig met de boot hier bij het Bastion. Want vandaag, deze zondag, is dus de derde editie van de Fish Fest. Het is een terugkerend evenement dat dus wordt georganiseerd bij het Bastion. Nou, we gaan u meenemen. We gaan u een beetje laten zien hoe hier eruit ziet als u het nog niet kent. Maar we gaan u ook een beetje meer kennis laten maken met het Bastion. Met Fish Fest, want wie weet bent u de volgende keer ook deel van het gezelschap hier bij het Bastion tijdens de volgende editie. Een Fishfest. Wist je dat er in Kommerwijnen, ja, in Nieuw-Amsterdam ook een Wilhelminastraat staat? Of is? Nou, dat heb je goed gehoord en goed gezien op het bordje daar. Want het Bastion staat dus aan de Wilhelminastraat te Nieuw-Amsterdam. Nou, een ander leuk feit van het café waarin ik ben, dat is Café de Lantaarn, is het café dat voorop staat bij het Bastion. Nou, dat is dat deze mooie balken, dus eigenlijk die palen die je hier ziet, die zijn van de oude steiger die dus hier voorop was bij de rivier. Ze hebben dat gebruikt om deze bar mee te maken. Dus je moet je voorstellen, best wel wat nostalgie als je hier in de bar bent. Er zijn ook hele mooie plaatjes aan de wand en dat geeft je dus het gevoel dat je echt ergens bent dat niet zo heel jong is. Nee, want er zijn zoveel dingen van vroeger die je terug kan vinden. Natuurlijk, als je hier komt om te genieten van de mooie natuur, van de dingen van vroeger, dan moet je ook iets te drinken hebben. En daarvoor is Café de Lantaarn de perfecte plek voor. Hier bij de bar kan je alles vinden. Van een Heineken biertje tot een Parbo biertje, maar ook gewoon van een heerlijke whisky tot gewoon een lekker sapje. Je kan binnen zitten in het café, maar je kan ook op het terras gaan zitten. Want het terras is groot genoeg en kan een heleboel mensen accommoderen. Ja, de mensen die misschien niet bij de rivier willen zitten. Of weet je, de geur van de rivier niet willen hebben. Die mogen hier voorop bij het café De Lantaarn komen zitten. En komen genieten van alles dat Kommerwijnen te bieden heeft. Ik heb de eer om vandaag te praten met één van de belangrijkste mannen van het Bastion. Ja, want als je naar het Bastion komt, dan ga je natuurlijk genieten van de rivier, de wind, maar ook van het eten. En deze meneer is dus de head chef hier bij het Bastion. En hij gaat ons dus vertellen wat het Bastion allemaal te bieden heeft. En we gaan echt ver terug hoor. Ja, ver terug. We gaan terug in de tijd, want we gaan naar de opening. En Rodney, ik wil je bedanken dat we met je mogen praten. Jij bent de head chef hier en je bent er al een hele tijd, hè? Ja, dat klopt. Aan de kijkers wil ik zeggen, goedemiddag, welkom en kijk ze. Nou Rodney, je bent al een tijdje de headchef hier bij het Bastion. Vanaf de officiële opening heb je me zo net gezegd. Vertel ons even een beetje, ja, wat nostalgie wil ik hebben. Hoe was dat toen? Hoe is het allemaal verlopen? Hoe heb je het ervaren? Nou, dat klopt inderdaad. Ik ben er vanaf de officiële introductie van het Bastion, de officiële opening van het Bastion. Ik heb het als eer gehad om sowieso hier bij het Bastion te mogen zijn, de team te supporten en sowieso ook te versterken. Behalve dat het nostalgisch is, bieden wij ook rust en de ambiance. Op Kommerwijnen, hotel, restaurant en sowieso pool. En die rust willen we ook geven aan de gasten. Met die rust werk ik ook hier en ik ben heel plezierig ook in contact met de gasten, ook met u nu als presentatrice. En ik kan nu sowieso garanderen, en ook de mensen die hier bij het Bastion waren en ook bij de opening, die mogen zelf voor zichzelf spreken ze van het Bastion is gewoon just the place to be. En met de opening, het was een opening waarbij we 2-3 dagen zelf bezig waren met de gasten, live entertainment tot in de late avond. En ik heb het als heel plezierig ervaren. Ik weet dat een van de slogans die het Bastion heeft, is dat you are on the right side. En ik neem aan dat als je hier komt, dat je ook met het eten on the right side bent, toch? Dat klopt. Ik doe mijn uiterste best om
altijd de gasten te voorzien van wat zij betalen, waarvoor zij betalen. En als ze ook komen, de plek spreekt voor zichzelf. Je ziet, wij geven rust, ambiance en het eten moet ook rust en ambiance uitstralen. Klopt. Helemaal goed. En dat geldt natuurlijk voor het restaurant het heel jaar door. Maar we gaan ons vandaag een beetje focussen op Fish Fest. Het is de derde editie van Fish Fest. Laten we beginnen met hoe ben je op het idee gekomen om Fish Fest te organiseren? Oké, als collectief hebben we het besproken. Het kwam namelijk vanuit de directie, management. En we zijn gaan brainstormen. Zeg van, hey, we willen Bastion een ethiek geven. Dus gewoon, wat straalt Bastion uit? En aan de hand van de uitstraling, hebben we gewoon een concept bepaald. En dat is dan de Bastion Fish Fest. Helemaal goed. Fish Fest is dus eigenlijk gewoon echt iets van het Bastion. Is iets dat je bijna, wil ik zeggen, nergens anders kan vinden op de manier waarop het Bastion het aanbiedt. Klopt. Wij proberen zo uniek mogelijk te zijn. En waarom ook het idee achter Fish Fest? We zijn op Nieuw Amsterdam. We hebben vishavens hier. En nothing more, nothing best than to prove that we are a fish haven. Natuurlijk, natuurlijk. Er zijn ook een paar snackjes die we gaan krijgen. Die eigenlijk het Bastion, bijna wil ik zeggen, vertegenwoordigen. Jij bent de head chef, dus jij kan me eigenlijk als beste uitleggen wat er allemaal hier op de platter. Ja, op de platter. Dit is gewoon een simpel Bastion platter, mix platter. En hier hebben we gewoon nuggets, beefbal, kipbal en frikandellen. Yes. Deze platter is niet per se voor de Fish Fest, het is gewoon algemeen. Een algemene Bastion platter. Als je wil komen, je zegt van nou, ik ben in het bijzonder gekomen om te genieten van die ambiance, van de sfeer, van de natuur, de rivier hier bij Nieuw-Amsterdam. Dat je zegt van nou, maar ik wil toch iets kouwen, dan is dit dus eigenlijk de juiste platter. Is dit de juiste platter? Omdat als je met een groepje komt, heb je meerdere keuzes. Klopt. En los van de Bastion platter hebben we ook gewoon een zodanig assortiment. En het leuke van het Bastion, wij komen onze gasten tegemoet. Yes. Dus als de gasten bijvoorbeeld aangeven, zeg van, hey, ze geven bijvoorbeeld aan, we hebben een allergie, kom ik ze sowieso tegemoet. Zolang het vooraf doorgegeven wordt, staan wij van het Bastion garant om ze tegemoet te komen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook wel iets heel belangrijks is. Dat weet je, dat je ergens kan gaan en kan zeggen van, hey, luister, ik lust jullie eten, maar hou rekening daarmee. Weet je? En als we teruggaan naar de Fish Fest, is dat ook wel heel belangrijk. Weet je, er zijn veel mensen die zeggen van, hey, ik hou van vis, maar bijvoorbeeld, ik ben allergisch tegen garnalen. Daar hou je de rekening mee, dat je die twee gescheiden houdt. Ja, dat klopt, inderdaad. Dat heb ik vandaag of vanmiddag ook gehad. Wij van het Bastion proberen sowieso een luisterend oor te hebben. En aan de hand van het luisterend oor ben ik als leiding hoofdverantwoordelijke voor hetgeen de gasten dan krijgen. En dat hebben we sowieso ook gedaan. Helemaal goed. Fish Fest, ik neem aan sowieso vis, maar in die verschillende edities van Fish Fest heb je ook vis op verschillende manieren klaargemaakt. Verschillende soort menu heb jij. Wat kun je de mensen allemaal vertellen over vis? Oké, dat is een mooie vraag. Fish Fest is basically gewoon het thema. En achter het thema zit er dan de bereiding. Dus de bereiding is elke week heel anders. Maar het is gewoon thema Fish Fest. But every week you get another experience. Yes. Vis, als ik denk aan vis, wat voor soorten vis moet ik me bedenken? We hebben van Gramorgo tot Kandra, tot Bang Bang, tot Snook, tot Witwitty. Noem maar op, botervis is onze signature fish dish. Want behalve bij de Fish Fest zit ik bijna, of laat zeggen, elke week uitverkocht qua botervis. Want wij verkopen de hele botervis, botrovisie, op ons menu. Yes. Nice, oké. Fish Fest, nou, ik neem aan dat het niet alleen gewoon vissen zijn, maar ook alle andere dingen die zwemmen in het water. Ja, dat klopt. En wij proberen sowieso de main focus te zetten op de fish. Maar door onze concepten die we elke week bespreken, heb je altijd een twist erbij. En die twist is sowieso elke keer of elke week weer een verrassing voor de gasten. Yes. Een voorbeeld vandaag bijvoorbeeld heb ik een
gevulde aubergine of gegratineerde aubergine. Maar de meeste mensen zitten te denken van, een normale gevulde aubergine zijn we al gewend. Maar wij hebben gewoon een seafood gevulde aubergine, mooi netjes gegratineerd op het menu. Yes. Nice. Dus eigenlijk elke keer een andere ervaring als je komt naar Fishfest. Elke keer weer een andere ervaring. En de twist is gewoon, ja, de hersencellen gaan dan werken. En ik zorg ervoor dat de gasten wel genieten, of elke week weer genieten van ons dish. Oké, Fishfest, is dat elke zondag of is dat hoe vaak wordt dat georganiseerd? Eerste instantie lag het in de bedoeling om het elke zondag te doen. Maar gasten raken snel uitgekeken, waardoor we hebben bepaald om het om de ene zondag te doen. Sowieso bij bepaalde dagen gaat het niet lukken om de ene zondag. Maar wij proberen wel de key zondagen te nemen, waarbij de gasten gewoon lekker uit kunnen gaan. Vooral als het long weekend is en mogen genieten van het bastion. Want als je hier bent, eenmaal hier, moeten we je even houden. Je gaat nog niet naar huis. Absoluut. Hoe kunnen de mensen dus op de hoogte blijven van wat het bastion allemaal biedt? Ja, sowieso volg onze Bastion page voor meer informatie. Wij posten like elke week. En zo niet gewoon contact opnemen met de front office en daar krijgt u al onze informatie. Geweldig. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Ik wil je natuurlijk heel veel succes te wensen. En we kijken uit naar de volgende Fishfest. Je mag de mensen dus ook uitnodigen om het bastion in de gaten te houden. En natuurlijk bij de volgende Fishfest te komen. Yes, hierbij nodig ik u uit, ieder uit, om namelijk te genieten van wat wij van het bastion te bieden hebben. Als u nog niet bent geweest, wil ik u heel, 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 heel hartelijk uitnodigen om zo spoedig mogelijk te reserveren en zo snel als mogelijk langs te lopen bij het bastion. Check it! Sabor de Lori aan de Anton Drachtenweg. Hopelijk zien we u gauw. Pan American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan American Motors.
Niet alleen tijdens de vismarkt, maar ook gewoon normaal gesproken in hun shop kan jij verschillende soorten vis krijgen. Ja, eigenlijk een beetje alles dat te maken heeft met seafood. En hier zie je alle bakken, alles dat er is. Je hebt dus witwitty, je hebt botervis, je hebt kandra, garnalen, bang bang. En whatever you want, dat kan jij dus krijgen. Dit is gewoon vis op ijs. Je koopt zo'n pakje. En dat pakje kan jij dus gewoon meenemen naar huis en lekker thuis bakken. Maar ja, in deze tijd, dan denk je bij jezelf, nou, dan moet ik nu thuis gaan bakken. Nee, Hook & Catch zorgt ervoor dat als jij je pakje hebt gekocht, oh heerlijke garnalen. Als jij je pakje hebt gekocht, dan kan jij hem gewoon lekker hier voorop bij de bus laten frituren. Zij zorgen ervoor dat jij gewoon met je bakje met gebakken vis naar huis gaat. En ja, dat is heerlijk. Goede Vrijdag zijn we eigenlijk een beetje gewend om vis te eten. Dat is een traditie. Maar dat kan ook alle andere dagen hoor. Want je weet, vis is heel erg gezond. Hook & Catch is gewoon echt de beste plek om jouw visgerechten te krijgen. Niet alleen op Goede Vrijdag, maar elke dag. Ik zei het al, als je dus meer informatie wil hebben, als je op de hoogte wil blijven van de activiteiten die ze hebben, maar natuurlijk ook welke specials ze hebben, dan ga je even naar hun Facebookpagina, de Facebookpagina van Hook & Catch. En dan kan je dus daar even kijken wat ze allemaal posten. Je kan ze natuurlijk altijd even bellen om te bestellen. Maar als je niet te ver bent, is de mogelijkheid er, zodat het geleverd wordt. Anders mag je hem gewoon even ophalen. Alles hebben ze. Eten, drinken, verse vis, gebakken vis, gefrituurde vis. Je bedenkt het maar en het is er. Aan de Industrieweg tegenover Westpunt. Iedereen kent de oude hoek, gezellige hoek waar Mr. Wesje altijd zijn barbecue heeft verkocht. Gezellig met zijn vriendin heeft doorgebracht. Meer ook bekend als Wesje's Corner, maar de originele naam is Westpunt. Tegenover Westpunt, dan hebben wij de foodcourt van Lionel. Mr. Lionel, genaamd Likey's Barbecue and More. Zoals ik het zei, hebben we ook deze week weer een prijsvraag waar je aan mag meedoen. En eergisteren is de Ramadan begonnen. En de prijsvraag van deze week die gaat een beetje daarover. Ja, je moet misschien wat informatie gaan zoeken. Maar je kan het ook makkelijk vinden online en zo. Ik bedoel, tegenwoordig kan je alles online vinden. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van om mee te doen deze week met de prijsvraag. Want ook deze week kan je weer hele leuke items winnen. De prijsvraag van deze week die luidt als volgt. De hoeveelste maand van de islamitische kalender is Ramadan? Is dat A, de 7e maand, B, de 8e maand of C, de 9e maand? Als je het juiste antwoord kent, nou dan sms je de letter van het antwoord, dus of letter A, letter B of letter C, naar het nummertje 83x7288. Als je het juiste antwoord hebt gestuurd en als jouw nummer wordt uitgekozen, als ze zijn het winnend nummer, dan kom je aanmerking voor een heel leuk prijzenpakket. Daarin zit er dus een pakket gesponsord door DTS. Je krijgt een pakket gesponsord door Basic One. Ook een mooi pakket gesponsord door Rubim Supermarkt aan de Kwattenweg. En je krijgt zeker ook leuke prijzen en giften die gesponsord zijn door ATV. Ja, basie, basic one. Ja, basie.
je vier. Aan de smak kijk. Zij je drie niet. Zij won. A krachte. En a prachte. Aan die zin moet er niet. Zo zijn iedereen. Jong en oud. Oud en jong. De smak ieder. Die zin drie. Sabor de Lori aan de Anton Drachtenweg. Hopelijk zien we u gauw. Pan American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan American Motors. En zo zoetjes aan, langzaam maar zeker zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van What's Up. Nou, er was niet heel veel, maar er waren wel wat belangrijke dingen. Zeker leuke dingen om aan jou te vertellen en jou door te geven. Hè? Nou, in ieder geval weet je waar je eten kan bestellen. Maar als de lockdown voorbij is, kan je lekker gaan genieten bij het Bastion van de Fish Fest. Check hun Facebookpagina, hou ze in de gaten, zodat je dat dus weet hoe, wat, waar, wanneer. Je weet dat je dus ook alle andere plekken die je nog hebt gezien in het programma kan bezoeken. En de meeste van de plekken die doen ook aan take-out of aan de delivery. Dus als je lekker thuis zit tijdens de avondklok of tijdens de lockdown, hou er rekening mee dat je ook wel eventjes kan gaan kijken op de Facebookpagina's of kan bellen en kan vragen dat het eten of jouw lekkernij voor jou geleverd kan worden. Ik moet dan weer groeten voor deze aflevering. Hopelijk kunnen we je volgende week wat meer info geven over waar je allemaal nog lekkers kan halen. Want ja, een van de eerste dingen die ik heb gehoord dat mensen doen tijdens avondklok en tijdens lockdown is eten. Ja, als dat niet eten bestellen is, is dat lekker eten maken. Dus wij gaan ervoor zorgen dat wij je ook wat ideetjes geven. Weet je, om jouw lockdown tijd rustig, gezellig en lekker door te brengen. Ik moet je in ieder geval bedanken dat je weer hebt gekeken naar deze aflevering van What's Up. Het was me wederom een waar genoegen om dit programma jullie te presenteren. Volgende week zijn we er weer. Je weet toch, hou in de gaten wanneer de laatste donderdag van de maand is. Want dan hebben we dus weer de live uitzending. En dan zullen we dus ook weer leuke dingen doen, prijsjes weggeven, al dat soort dingen. Dus zet het alvast in je kalender, de laatste donderdag van de maand. We bedanken iedereen die dus op welke manier een bijdrage heeft geleverd, de sponsoren, etc. Want zonder jullie kunnen we het programma zeker niet presenteren. Vergeet niet om onze Facebookpagina te liken. Dat is dus de Facebookpagina van What's Up. Als er iets is dat je wilt vragen, mag je het ook via dat platform doen. Als jij in ons programma wil komen,
met je item, met je restaurant of iets aan ons wil vertellen, dan kan je dus contact met ons opnemen. Je kan dat doen door te bellen op het nummer 40-24-25 of je stuurt een e-mail op het e-mailadres wasop@atv.sr. Rest mij u nog te groeten, u een fantastische avond te wensen, maar natuurlijk ook een veilig, een leuk, gezellig, een lekker lockdown weekend toe te wensen. Hou je alsjeblieft aan de regels, want alleen zo komen we erdoor. Yes, mijn naam is Cheryl van Eer en ik zeg dan tot de volgende keer. Dag!